er helemaal enthousiast van, omdat ik hem herken wat het is. Oh, gelukkig, want dat wisten wij niet. De achterkant is niet gedecoreerd. En dat is niet Delft. Want Delft zou rondom decoraties aanbrengen. Die gaan helemaal los, maar dat je het beeldje ook overal kan neerzetten. En die witte achterkant, die wijst meteen richting Duitsland. Dat kan. Mijn schoonvader was een Duitse man die voor de oorlog is gevlucht. Kwam hij toevallig uit de regio van Berlijn? Hij heeft in Berlijn gewoond, ja. Dat verklaart een heleboel, want we schrijven dit beeld toe aan de manufactuur van Gerard Wolbeer in Berlijn. Er zijn een aantal modellen, allemaal Chinees georiënteerd. Het wordt minder gewaardeerd dan het Delfts aardewerk, omdat er minder verzamelaars van zijn. Dus dit dateert van zo 1700 tot 1720. Fantastisch met de hand gemaakt, handbeschilderd in een vorm gedrukt. Heel mooi gemaakt, maar omdat er niet zoveel verzamelaars naar verhouding van zijn, kan ik de waarde stellen op 2.500 euro. Dat is prima. Nou, niet gek. Toch heel mooi, denk ik. De glasblazer heeft iets heel bijzonders gedaan. Hij heeft het lichaam aan twee kanten ingeduwd. En dat heeft hij zelfs een beetje asymmetrisch gedaan. En daardoor is het een heel ongebruikelijk fles geworden. Een heel ongebruikelijk model. Bent u misschien flessenverzamelaar? Nee, het is gewoon iets wat volgens mij al heel lang bij ons in de familie zit. En arak, volgens mij is dat sterke drank. Ja. Dit soort grote flessen werd meestal gebruikt in cafés. Dit is een fles die vermoedelijk achter de toonbank zo tegen de wand heeft gestaan. Naast een heleboel andere flessen. We noemen dit ook wel zwart glas. Het is ongezuiverd glas. Wat heel handig is natuurlijk als je een vloeistof goed wil bewaren. En dit soort flessen werd geblazen in de 18e eeuw. De beschildering is natuurlijk later erop geschilderd, de vergulding. En er staat op Batavia Arak. En dat is een soort rum van rietsuiker gemaakt. Maar ook met gefermenteerde rijstwijn. En die werd speciaal op Java geproduceerd. En het wordt nog steeds gemaakt. Okay. Hij is helemaal 18e eeuw met zijn brede randje hier onder de rand. En veel luchtbelletjes in de glasmassa. En de waarde is 1400 euro. Zo. Nou, dat hadden wij niet verwacht. Nee. Dus, nou, leuk. Leuk om er iets van te horen. Dus. Mijn ouders hebben hem destijds gekocht. Ergens in 1978. En ze hebben hem gekocht als een appeltje voor de dorst. Als ze met pensioen zouden zijn om het dan weer te gaan verkopen. Ah. Alleen mijn moeder was er inmiddels zo aan gehecht. Ja. Dat ze dat dus niet gedaan hebben. Nee, hij moest blijven hangen. Hij moest blijven hangen. Ja. 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 Maar nu? Nou ja, mijn moeder is overleden een aantal jaren geleden. En mijn vader heeft nog woeste plannen. Ja? Hij is 92, maar hij wil nog graag of een caravan kopen of een camper. Dat meen je niet, echt waar? Ja. Dus nu was eigenlijk de vraag van, goh, ja, wat is er dan nog te verkopen, zodat hij wat extra geld heeft om dat te kunnen kopen? Ja, wat voor camper kan ik kopen? Ik vind het wel een stoer plan hoor, ja. 92. Weet je. Ja. Bent u daar blij mee dat u binnenkort niet meer met het schilderij zit, maar met een camper? Nou ja, het schilderij, ik ben niet zelf niet heel erg gehecht aan het schilderij. Het is gewoon toch heel donker. Ja. Maar komt hij uit een donkere periode? Nou, hij komt uit de Gouden periode. Als we het over Nederlandse schilderkunst hebben, komt hij uit de Gouden eeuw, oftewel de 17e eeuw. Dus maar het is een donker genre. We noemen dit genre, voordat we verder inzoomen op de kunstenaar. Maar we noemen dit het Sotto Bosco, oftewel de onderkant van het bos. Mm. En de onderkant van het bos is natuurlijk nooit zo vrolijk in dat opzicht. Het is ook de bedoeling geweest om dus dat leven op de grond van het bos onder de bomen, en dat zie je ook heel goed op het schilderij, de distel zit natuurlijk aan de voet van een boom. Ja. Er zijn reptielen en er zijn wat vlinders. En in de verte, het is avond, dat kun je weer het doorkijkje aan twee kanten richting het landschap zien. Dus het is ook echt bedoeld als een beetje donker genre. Ja, ja, ja. En dat was zo rond 1660, 1670 op een gegeven moment erg populair bij één kunstenaar die de naam heeft Otto Marcellus van Schiek. Hij kwam uit Nederland. Hij is enorm gaan reizen. Hij heeft in Florence gezeten. Heeft zelfs in Engeland gezeten. Heeft een tijd in Rome gezeten. En daar had hij de prachtige bijnaam de snuffelaar. Want, en waarom de snuffelaar? Hij snuffelde op zoek naar die reptielen. Hij was dol op reptielen en op slangen. Ja. Deze gekke man is een paar jaar geleden in het Rijksmuseum Twente ineens op de kaart gezet. Was wel een bekende schilder voor de liefhebber. Maar al wat weggezakt bij de meeste mensen. Hoewel hij in de 17e eeuw, de hertog van Toscane, die kocht zijn werk.
Dat is een hele, hele boeiende kunstenaar. En dat genre werd nagevolgd ook. Is het gesigneerd dan? Dat we zeker weten dat het Van Schiek is? Het is niet gesigneerd. En dat zegt ook niet alles. Als er geen signatuur op staat, dan zeggen we vaak van ja, maar hij is signed al over. Ik zie meteen, dit is een Van Schiek. Nou, zie je dat ook? Of zijn twijfel je? Het genre zeg ik direct Marcellus Van Schiek. Maar als je als kunsthistoricus gaat inzoomen, dan kijk je naar details. En als je weet dat het een enorme goede reptielenschilder was, dan vind ik deze reptiel hier rechts onder, die salamander, vind ik een beetje aan de zwakke kant. Maar aan de andere kant vind ik die distel en die vlinders vind ik weer prachtig. Vooral de manier waarop die vlinders daar in de lucht zitten. Mm-hmm. Het doorkijkje zou restauratietechnisch wat verzwakt kunnen zijn. En nou bedienen wij ons in de kunstgeschiedenis van allerlei hulptermen als het niet gesigneerd is. En een van die hulptermen is toegeschreven aan. En als je het mij zou vragen, ben ik niet de Mercedes-expert, maar ik zou het wel durven toeschrijven. Dat wel. Even samenvattend, heel veel mooie elementen, maar ook een aantal zwakke... Een paar wat zwakkere elementen. Qua precisie geschilderd en sfeer. Ja, een paar wat zwakkere elementen. Er zitten een aantal hele goede elementen in. Het is zonder meer 17e eeuws. De brede markt zie je altijd niet snel kopen, maar er zijn liefhebbers voor. Mm-hmm. En Marseille komt wel op de veiling. Dan varieert het veilingprijzen tussen, laat maar zeggen, onderkant een paar duizend, 6.000 tot 50.000. Ja. We hebben slechts een campertje nodig. We hebben een campertje nodig. Een goede bungalow tent zit er wel in. Wat zou ik moeten betalen als ik dit zou willen kopen bij de kunsthandel? Ik denk dat je dan ongeveer 15.000 euro moet meenemen. 15.000. Ja. Nou. Dit is mijn grootmoeder. Die had schilderles van Jozef Israëls. Dit is ook door Jozef Israël geschilderd. Deze die is zij in het atelier. Dus volgens mij een toren op had ze ook les van. Veel plezier. Succes. Dank wel. Ja, deze pot is een van de serie van 9 die bij mijn grootvader in de tabakswinkel stond. Ze zijn alle 9 zijn ze verschillend qua decoratie. Nou ja, dit is een uniek document. Een vaas met een koperen deksel. Die is gemaakt in Japan tussen 1700 en 1730-40. De koperen deksel is antiek, maar hoort niet op de pot. Want deze vazen, deze dekselpotten, die hebben een porseleinen deksel gehad. Imari porselein, want het is Imari. Onderglazuur blauw met ijzerrood en goud. Niet zeldzaam als er 1 is. En je moet het vooral hebben als je er 5 hebt. Want het is een onderdeel van een 5-delig kastel. Als je er 5 hebt in een mooie staat, dan is zo'n stel waard €8.500. Dit is 1 enkele pot. Ja, dan zit je op 350. Maar daar moet u het niet van hebben. Nee. De combinatie van de pot met het verhaal en dit document maakt het tot iets uitermate bijzonders. En dat is ook kunst en kitsch. Ja. Dit is een Atmos-klok en deze is gemaakt door het bedrijf Le Coutre. De Atmos-klok is uitgevonden door meneer Reuters. Mm-hmm. En die heeft een geniaal idee. Want als we goed gaan kijken, dan vinden we aan deze klok ook geen opwindgat. Waar haalt die nou zijn energie vandaan om te lopen? Het woord Atmos verklapt al een klein beetje hoe het werkt. Hij haalt de energie, haalt die uit de atmosfeer. En de motor van deze klok zit achter in die trommel. En daar zit een balg. En in die balg zit een gas, ethylchloride. En dat reageert op temperatuursveranderingen. Dus als het warm wordt, zet die balg snel uit. En als het koud wordt, gaat de balg in elkaar. En die pompende beweging, die wordt omgezet naar een draaiende beweging. En op die manier krijgt het uurwerk zijn energie om te lopen. Die meneer Reuters, dat was een geniaal uitvinder en klokkenmaker. En in 1935 heeft hij het
verkocht, het patent, aan Le Coutre. Dit is een Atmos 8 en die zijn gemaakt van 1967 tot 1984. We moeten bij deze klok aan een waarde van ruim 2000 euro denken. Het is een mooi bezit. Ja, dat is een bijzonder verhaal. Ja. Een geweldig kleurrijk en groot schilderij heeft u meegenomen van een schilder die we niet vaak tegenkomen in Nederland. Hij heet Emil Rizek, een geboren Oostenrijker. Hoe bent u aan dit schilderij gekomen? Mijn vader kwam op een gegeven moment in de jaren 30, ik was nog niet geboren, kwam die thuis met het schilderij achter in de auto. En mijn oudste broer herinnert zich dat. Ja, en het heeft al die tijd bij ons gehangen in huis. Ja, dat kan ik me voorstellen, want het is een enorm kleurrijk en heel gezellig schilderij. Ja. Het is duidelijk hoogzomer, de bomen zijn vol in blad. Ja. Maar wat natuurlijk ongelooflijk leuk is, dat is die hele bloemenmarkt hier. Ja. Want dit is de bloemenmarkt van Delft, ja, hè? Hippolytusbuurt. Ja. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ja. En het is gewoon een heel blij schilderij. Je ziet dat het zonlicht speelt hier tussen het bladerdek door en valt hier op het water. Geeft prachtige nuances. Ik vind het een heerlijk schilderij, eerlijk gezegd. Ik ook. Echt een schilderij waar je blij van wordt. Ja, precies. Ja, ja. Het is dus een schilderij wat met een hele vlotte toets geschilderd is. Maar er zit bomvol kleur. Ja. Die Emil Rizek, die is geboren in Wenen in 1901. En heeft zijn hele leven heeft hij enorm veel gereisd. En in de jaren 20, toen kwam hij onder andere in Nederland terecht. En heeft waarschijnlijk deze plek vereeuwigd op dit mooie doek. Het is niet een enorm kostbare schilder. Nee. Maar zo'n schilderij is natuurlijk wel heel aantrekkelijk. Ja. Uw schilderij is op dit moment waard zo'n 4000 euro. Oh. Nou. Leuk. Ja, leuk. Goed om te weten. Zo is dat. Ja. Bent u